We zijn vandaag begonnen met het passeerkwartier en dat is dat wij elke dag een kwartiertje gaan lopen, sporten eigenlijk. Dan moet je niet de hele tijd in de les zitten en dat is gelijk even een time-out en dan kan je daarna gewoon terug beter gemotiveerd werken. Ik vind dat wij zeker elke dag een beetje mogen bewegen, want wij zitten heel veel in de klas op een stoel. In plaats van dat je buiten naar de natuur een beetje kan lopen, een beetje conditie kan bijhouden en sportief te zijn. Een beetje buitenlucht, een beetje frisse lucht, dat kan soms wel deugd doen. En ja, het is wel leuk om iemand die wereldberoemd is, die bij ons woont, te ontmoeten. Ja, want het Bashir-kwartier is dus genoemd naar topatleet Bashir Abdi. Op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 behaalde hij voor ons land een bronzen medaille op de marathon. Dat is een lange loopwedstrijd van 42 kilometer. Hij komt uit Gent en daar hopen ze dat Bashir ook deze zomer een Olympische medaille kan scoren. We zijn wel heel fan van hem, omdat hij woont hier in de buurt. Hij heeft een bronzen medaille gewonnen op de Olympische Spelen. En dat motiveert ons ook zeker om mee te sporten voor Bashir. Het leeft ook bij de scholen, niet alleen deze school, maar alle scholen in en rond de grens leeft echt Bashir kwartier en het is fantastisch. We zijn heel grote fan, want niet iedereen kan 42 kilometer of een marathon lopen en zo goed volhouden, zo sportief zijn. Niet iedereen kan dat, dus we willen bewijzen dat je zelf een keer moet proberen om te kijken wat je allemaal kan en wat je niet kan. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.